Schoolreisje, 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 schoolreisje. In de bus pull-up, in de bus. Leuk dat je kijkt. Hoi, mijn naam is Schuber en vandaag spelen wij een spel genaamd Riding Hood. Riding Hood. We spelen een Roblox story en het zou nog wel spannend kunnen zijn. Dus ja, kan je niet tegen spannende verhalen? Probeer er dan. Nee. Dan moet je. Misschien is dit dan niet helemaal voor jou. Maar misschien ook wel. Weet je, het gaat spannend zijn. Ik denk dat het leuk is. Als het te spannend is, dan durf ik het zelf niet eens. Dus hey, weet dat. Je bent niet alleen degene die spannende dingen spannend vindt. Ik vind ze ook spannend. Weet je dat? In ieder geval, leuk dat je kijkt. Ik geloof niet dat je deze video sneller een like kan geven dan dat ik de bus aanraak. Wow, dat zei ik onverwachts, hè. Nu kun je niet winnen. Uh-oh. En ik kan de bus niet aanraken. Dit is niet handig. Alright. We zijn met z'n allen aangekomen. Hallo, zegt Riding Hood. Oh, hallo. Ah, jij bent Riding Hood. Ik ben zo blij om jullie allemaal te ontmoeten. Ja, nee, ik vind het ook leuk om jou te ontmoeten. Je ziet eruit als een aardig iemand. Een jongen zegt, ik ook. Het is zo lang geleden. Schijnbaar hebben we haar al een keer ontmoet, maar is dat een tijdje terug. Kom op. Laten we naar binnen gaan. Oké. Nou, tot nu toe. Ik heb niet echt het idee dat er iets vreemds aan de hand is ofzo. Gewoon een aardige dame. En een schoolreisje. Een soort van reisgids, denk ik dat het moet voorstellen. Wil naar binnen. Oké, we zijn er. Wow. Welkom binnen. Wow. Gaaf. Like, seriously. Wow. Ik heb echt zin om hier de boel te ontdekken en koekjes voor jullie te bakken. Zegt de moeder van Riding Hood. Ah, dit is de moeder van dat meisje. Oké, interessant. Nou, de moeder van dat meisje wil koekjes voor ons bakken. Daar zeggen wij geen nee tegen. Ja, is wat we zeggen. Geen nee, ja. Ik wil koekjes. Ik heb zin in koekjes. Heeft iemand koekjes? Zijn iemand koekjes? Ik hoor de koekjes. Heb jij koekjes? Ik heb geen koekjes. Ik wil koekjes. Dit is Riding Hood. Dit is de moeder van Riding Hood. Dit is een kamer. Ziet er leuk uit. Dit hier is een kamer. Oh, mooie kamer. Ziet er leuk uit. Wat een enorme kamer trouwens. De badkamer. Wauw, luxe hoor. Super nice. Goed, pretty duidelijk. Oh, koekjes! De koekjes zijn ready. Yay! Give me one, please. Everyone, come on and eat some cookies. Oftewel, iedereen kom hier en neem lekker een koekje als je dat wilt. Als je niet allergisch bent. Ah, kijk, ik heb een koekje. Wacht. Ik ga hem niet eten, denk ik. Ik ga hem niet eten. Zeg maar, wat ik heb geleerd van dit soort spannende verhalen in Roblox is dat je nooit zomaar iets moet eten of drinken. Dus ik heb hem, thank you very much. Als ik zie dat het met de rest goed gaat, eet ik hem sowieso op zometeen. Maar ik hou hem voor nu gewoon even bij me. En ik ga gewoon even lekker zitten. Ik vind het gezellig, het ziet er leuk uit. En Riding Hood is dit meisje. En vriendelijk, if you ask me. Dus ik ben blij. Goed, koekjes. Ik heb het nog niet geproefd. Het ruikt overheerlijk en het is lastig om het niet te eten. Maar om toch maar zeker te zijn dat het niet ineens iets vreemds is. Of misschien iets wat... Uh-oh. De telefoon gaat. Waarom gaat de telefoon? Kan iemand mij dat vertellen? Hallo? Zegt de... Wow, wat? Waarom kijkt de moeder van Riding Hood ineens als een secret agent? die speler... Oh nee. Dat is heel vervelend om te horen, zegt de moeder van Riding Hood. Oké, wat is vervelend om te horen? De moeder van Riding Hood is stil. Waarom kijkt ze zo? Is dat zeg maar haar bel? Oké, zegt ze. Ik heb een speciale beloning voor jou. Ik zal het je sturen onmiddellijk. Met wie praat ze? Welke beloning? Zeg maar, zoveel vragen. Zo weinig antwoorden. Riding Hood, je oma voelt zich niet zo lekker. Oh. Wacht eens even, ze lijkt een beetje op Roodkapje, is het niet? Kan jij wat van deze frisse koekjes bij haar huis afbrengen? Fris, ik bedoel meer vers. Misschien maakt haar dat beter. Ja, nou, laten we dat... Ik weet niet... Ja, ze zegt, oké. Maar kan ik dan alsjeblieft mijn vrienden met me meenemen? Oh, ik weet nu al dat dit niet goed is. Dit gaat fout. Dit is niet, zeg maar... Nee. Oké, zegt de moeder. Maar zorg ervoor dat je altijd het pad blijft volgen. Yo, dit is gewoon een rood kapje, right? Die naar voren gaat. Dus je mag niet afwijken van het pad. Ik denk dat ik het koekje op zich wel kan vertrouwen. Maar toch eet ik hem nog steeds niet. Ga niet naar de andere paden toe, zegt de moeder van Riding Hood. Er zijn een hoop gevaren buiten. Daar heeft de moeder van Riding Hood gelijk in, weet je. Paden blijven volgen, altijd iemand met je meenemen, bereikbaar zijn, al die dingen. Weet je, het klinkt soms als zeuren. Hè? Je hebt van die mensen die vinden dat irritant, hè? Die horen dat dan de hele tijd, maar het is wel belangrijk. Oeh, dit avontuur gaat door een mysterieus bos met allemaal verschillende soorten paden, zegt het meisje. Ja, dat is het. Iedereen, sta klaar en laten we gaan, zegt Riding Hood.
Alright, ik heb er zin in. Ik hoop niet dat er een wolf is die ons opeet. Ik bedoel meer van, dat is het verhaal van Roodkapje, toch? Zoiets, right? Of was dat met 7 gaatjes? Ik heb geen idee. Het zal wel. Goed, wow, wat een mooi bos. Dit is echt bizar, man. Iedereen klaar voor? Ja, ja. Oh, wat is dat? Oh. Ja, let's get it. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd waar we naartoe gaan. Volg mijn voetstappen. Gaan we doen, Riding Hood. Jij ziet eruit als iemand die verstand heeft van volgen en dingen. En dit is gewoon Roodkapje, bro. Are you serious? Het is gewoon Roodkapje in Roblox. Het is gewoon het officiële Roodkapje verhaal in Roblox. Ik heb nog steeds mijn koekje. Ik kan nu de rest jaloers maken. Dan kan ik zeggen, ik heb nog mijn koekje. Jij lekker niet. Oh. Oh nee, het ziet eruit dat deze route is geblokkeerd. Maar ja, eigenlijk mochten we wel alleen maar rechtdoor, weet je nog? Tenminste, we kunnen wel naar links. Dat is op zich ook een soort van pad. Wat als we naar links gaan, zegt iemand. Ja, maar dat was eigenlijk niet de afspraak. Tenminste, ik kan mij herinneren, maar... Er is een, ja, Roodkapje zegt ook, of Riding Hood, maar er zijn een hoop gevaren buiten. Mijn moeder heeft me verteld dat we alleen rechtdoor mochten. Hé, jongens, luister, ik denk dat het beter is dat we... Maar goed, mijn oma heeft deze koekjes echt nodig. Ze is ziek. Ah, nee. Zeg maar, Riding Hood is overduidelijk aan het twijfelen of ze misschien toch links moeten gaan. Ik denk dat we dit pad moeten nemen. Er zal niks gebeuren, zegt iemand. Ja, joh, luister, ik wil me echt er niet zozeer mee bemoeien, maar... Oké, weet je wat? Prima. Oké, ik denk dat een andere route naar mijn oma's huis via deze kant is. Oké, dus nu gaan we links, als ik het goed begrijp. Oké, duidelijk, goed, duidelijk. Mooi. Laten we kijken wat deze weg ons brengt. En laten we hopen dat we de weg niet kwijtraken. Yo, I don't know, maar kunnen we niet gewoon om de boom heen lopen? Ik wil niet vervelend zijn, ik wil geen partypooper zijn of zo. Maar er werd letterlijk een halve minuut geleden tegen ons verteld dat we absoluut niet... Serieus, het wordt donkerder. Dat we absoluut niet mochten afwijken van het pad. Kijk, in feite is dit nog wel een pad, right? Ik bedoel, het zou pas echt afwijken zijn als we het bos inlopen. Dus op zich is dit nog een pad. Wat is dat? Maar het was eigenlijk niet de route die we moesten nemen. Ben ik de enige die moe wordt van al dit lopen? We zijn pas 10 seconden bezig! Ik ook, zegt iemand anders. Gelukkig heb ik nog geen iets gezegd over dat ik dat ben. Het ziet er naar uit dat dit een klein verlaten campingje is. Ja, inderdaad, klopt. Alleen we gaan toch niet zomaar in een random kampeerhut slapen? Laten we een kleine break nemen hier. Oké. Lijkt je dat letterlijk, als ik nu 5 seconden terugloop, dan zijn we weer waar je eerst was. Maar oké, ik bemoei me er niet mee. Ik heb nog wel een koekje. Weet je, ik ga hem nu wel gewoon eten. Nice. Goed, we hebben schijnbaar... Het wordt al heel erg donker, zegt Riding Hood. We moeten kijken waar we naartoe gaan. Ja, dat leek mij sowieso al verstandig voordat we hier ineens een break namen. Zeg maar, pauzes zijn zeer belangrijk, maar niet in een random verlaten hutje ergens. Hoorde iemand dat? Sorry. Ik heb een scheetje gelaten. Oh, dat andere. Oh, dat is een grapje. Ik denk dat er iets is daar, verder in de bosjes. Jongens, luister. Kijk, dat we afwijken van het pad is 1. Kijk daar! Wat? Ik zie niks. Oh ja, ik zie het inderdaad. Een soort van licht. Het is een wilde wolf! Nee! Ben je serieus? Oké. Rennen. Welke kant op? Oh nee, dit is niet goed. Oh, dit is niet goed. Zeg maar, naast het feit dat er een wolf achter ons aan zit, is mijn koekje bijna op. En dat is misschien... Oh nee! Iemand wordt aangevallen! Ik help je wel. Ga maar. Ik neem het wel voor je over. Ja, goed zo. Oké. In ieder geval, naast het afwijken van het pad, is het wegrennen voor een wolf misschien nog wel gevaarlijker. Oké, laten we met z'n allen... Oh, dit ziet er zo creepy uit. Laten we met z'n allen even in het hutje blijven voor nu. Iemand zien in een koekje? Nee? Jullie eetlust is weg nu er een hongerige wolf achter ons aan zit. Hier, alsjeblieft. Als iemand hem wilt, hij ligt klaar. Hij ligt letterlijk voor jullie klaar. Ik heb hem letterlijk aan iemand gegeven. Oh, nee. Oh, nee. Ja, ik weet het. Er is een wolf. Maar waar is die dan? We konden eigenlijk veel beter terugrennen naar dat huisje van Riding Hood. In plaats van dat we dan zeg maar hier blijven. Er is trouwens ook een shop waar we iets kunnen halen. Zoals bijvoorbeeld een zaklamp. Oké, een zaklamp wil ik op zich wel hebben. Lijkt mij persoonlijk pretty handig. Nice, ik heb een zaklamp gehaald. Ja, nice. Ah, kijk. Beter. De wolf is weg, zegt een van de dames in het hutje. Dat is fijn. Oh nee, dat is niet degene die in het hutje zit. Dat is degene die alweer wat verder staat. Het is niet verstandig om in je eentje te staan hier. Maar waar is Riding Hood? Waar is zij? Oh, daar is ze. Dat was vreselijk eng, zegt Riding Hood. Ja, zegt dat wel. Het was een wolf die ons zou opeten. Natuurlijk is dat eng. Oké, sorry.
Is iedereen hier? Ja, ik ben er. Hij is er. Zij zijn er. We hadden eigenlijk deze weg niet moeten opgaan. Ja, maar jij zei in eerste instantie dat je dat wou. Meneer. We moeten kijken of we naar een veilige plek kunnen. Ja, natuurlijk. Het wordt te laat om nog ergens naartoe te gaan. Dat monster wacht waarschijnlijk op ons in de bosjes. Hij zal ons proberen op te eten wanneer we weer naar buiten gaan. Oké, dus je wilt serieus zeggen dat we met z'n allen op een matrasje moeten slapen waarvan we niet eens weten van wie die was. Over eten gesproken, ik heb trek, zegt een van de dames. Ik ook. Ik heb een zaklamp. Misschien kunnen we die met wat ketchup eten of zo. Oh, we hebben onze koekjes nog. Uh-oh. Ik heb mijn koekje misschien weggegooid. Oh nee, ik heb mijn koekje weggegooid. Waar is mijn... iemand heeft twee koekjes op dit moment. Oh, ik heb weer een koekje gekregen, dankjewel. Nice, oké. Great. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken. We gaan slapen. Volgende keer, deel 2. Als jullie dat willen, gaan we kijken. What's gonna happen. Adios. Dit was spannend.